dacht er niet, maat. 3, Golf Charlie, Hotel 731. Staan blijven. Van de Haai, je bent aangehouden voor rijden onder invloed. Je bent niet te antwoorden verplicht. Mijn rechter, mijn advocaat. Oké, okay, doei. Hoi, laat dat ding even vallen. Ah nee, au au au, noodknop, noodknop, noodknop. Now I'm finally right here with you. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LS Pilivaramor en vandaag aflevering 200 en we gaan meteen naar de eerste melding. Het belooft een drukke dienst te worden en we pakken vandaag de zieke Audi A6 Avant 3.0 2017 TDI. Weet ik het, ik geloof dat ik hem goed had. Gemaakt door Sys Games, aangekocht door Sys Games, door mij en door Roleplay Reality. Ja, dit is hem dus, de Audi A6 die de politie echt gaat gebruiken. Niet die wat ik de vorige keer had, maar deze gaan ze echt gebruiken. We hebben nu al een prio 2 melding, wat gaan we vandaag doen. Ik ga van zo meteen iets vertellen over een giveaway. Want ja, die verdienen jullie toch wel een beetje als mijn favoriete kijkers. En daarna ga ik nog iets vertellen over de dienst. Het gaat een drukke... Nee, daar gaan we mee beginnen. We gaan linksop. Het gaat een drukke dienst worden. En wij gaan dan ook de knipperlichten uit doen. Die staan nog aan. Nu naar rechts. We gaan dan ook noodhulp en VP meldingen aannemen. We rijden weer met stuur. Jullie kunnen precies meekijken hoe hard ik rijd. Wat ik doe. Allemaal zodat jullie een beetje een impressie krijgen. Ik heb het nog niet voor elkaar gekregen om een camera of zo naar mijn computer te... Naar mijn beeldscherm dan. Of naar mijn stuur te hangen, omdat ik ja niet weet hoe ik dat zou moeten doen. We zoeken nu iemand die een contactverbod tegen iemand heeft opgesteld. Het is groen en die persoon heeft hem of haar gezien. Zo, en ja, wat ik dus wilde zeggen, daar zijn we weer. Vandaag dus noodhulp en VP en alles bij elkaar wat je maar kunt bedenken. We gaan zo meteen, of eerst gaan we deze motor aan de kant, die heeft geen kenteken. Nou, die gaat er vandoor. Waarom ga je er nou vandoor voor een Audi A6? Ja, we hebben een beetje een andere schenen dan de echte Audi, want die heeft echt een moke lelijke schenen. Ja, tuurlijk, je taco truck. Ik dacht er niet, maat. Hier komen. Hoppakee. Staan blijven. Kom hier. Zet de vorm te wit. Ga je netje erbij. Zo. Staan blijven. Kom op. Nog een Audi. Ik blijf gewoon schoppen. Als... Doe nou niet dom, vriend. Oké, nu gaat het deze erop, hè. Staan blijven voor het getaste. Stop, police. Knieën. Liggen. Op rotte hier. Ik loop hier. Oké. Ik ben aangehouden, ben niet te onverplicht. Mijn rechter, mijn advocaat. Kun je niet veroorloven, krijg je eentje toegewezen van het Openbaar Ministerie. Jam. En waarom ga je er vandoor? Heb je dingen bij die je niet bij mag hebben of zo? Oké, okay, goed. Oh, die bus 7. Dit was stop voor, toch? Politie. Politie. Dan moeten we nog even wat in instellen. En dan hebben we nog al die. Oh, dat zie je nu niet goed, maar er staat ongeval. Boven politie achter. Ongeval, zo zie je hem nog enigszins. Hebben we die nog? Nou, oké, okay, dat. Ja.
Oeh, dat zag ik, motor. Geen helm. Geen kenteken. Meting start, rood licht. Nee, geen rood licht. Rood licht. Stop voor Salan. C achtervolging, tweede motor, geen kenteken, geen helm. Rood licht negeren. En stopteken negeren. Rechts, gelukkig. Hoorde mij. Inhalen, ja. Rechtsop, rechtsop. Hoge snelheden. Oh, motor is gecrashed. Wij crashen tegen hetzelfde plekje waar wij op, waar hij op crashte, maar hij rijdt door, wij ook. Terug in dienst. Ja, zullen we maar eens beginnen over de giveaway. Eerst gaan we eens rechtsop kijken of we het voertuig wat we op de kaart zien hier kunnen gaan treffen, want die lijkt me gestolen. En dat kunnen wij. Hij lijkt me niet gestolen, wel motorrijder zonder helm. Wat ga je nou doen? Stop voor sedan. Hij staat ook meteen volgen aan. Dus dat mag hij even gaan doen. Hoi. Even de motor uitzetten. We gaan een rijbewijs zien. 4, 6. Oké, dankjewel. Waar is je helm? Oké, dat is geen excuus. Krijg van mij in ieder geval mijn keuring voor het... even denken, wat deed hij? Hij deed links voorbij om naar rechts te gaan. In ieder geval geen helm. En ik ga maar niet dat andere zoeken. Goed, dus dan kom je met de ene weg en of ja, met de ene kom je weg, dan krijg je wel een bekeuring voor. Even kijken hoe een no helmet had gesteld. Ja. Goed, doe hem op. Of ja, in ieder geval doe hem fictief nu op of loop verder. En de rest is allemaal in orde. Dan wens ik een fijne dag verder. Je krijgt hem thuis gestuurd. Doei. Nou, oh, damn it, jij. Je rijdt een auto die niet helemaal meer APK in orde lijkt. Pak nog even rood mee. Linker voorband kapot. Ja, stop. Ja, stop. Kijken of hij nog verzekerd is en zo. Ik ga het volgende kenteken voor je aantrekken. 0, 3, Golf, Charlie, Hotel, 7, 3, 1. Staan blijven. Oké.
Dus ik ben aangehouden. Kan het nog... Ja, nou, hij ging er vandoor. Waarom wilde je er vandoor gaan? Nou, geen idee. Je voertuig in ieder geval in beslag genomen. Ver van nu, ja, in beslag genomen. Ik ga meeslepen. En wat wil ik nou nog doen? Jezus Christus. Zo. Want ja, zo mag hij echt niet verder rijden. Hij staat en brand bijna. Zwarte rook, band kapot. Geen band meer eigenlijk. Dat is verhoord. Ondertussen ga ik eens kijken. Als ik die doe, Ctrl P. En dan de K. K. En dan moet ik via de I. Volgen. Volgen. Politie. Stop. Politie. Stop. En wat is hier dan? Volgen. Politie. Volgen. Dit is, ja, dat kan je niet zien. Eentje naar voren is politie. Politie. Volgen. Ik zie het niet meer. Politie. Politie. Alt ieder maar. Dus deze. Stop. Politie. Stop. Oké, okay. Nou goed. We have a 502 DUI near West Pinewood. Ja. En nu? Ik zie dat niet goed. Oké. Okay. Persoon rijdt onder invloed, gaat er al vandoor. Oh, we worden gecrashed hier. Het draait hier rondjes of zo. Uitstappen vriend. Geen rare praktijken uithalen. Van der Haai, je bent aangehouden voor rijden onder invloed. Je bent niet te antwoorden verplicht. Je hebt recht op een advocaat. Jullie voorloven? Ja, oké, okay, mooi. Gaan we dat allemaal op bureau even uitzoeken hoe en wat. Ondanks dat je nu veel aan hebt, ga ik even fouilleren. Oké. Okay. Oh, heb jij... Hoe doe ik dat nou? Een rijbewijs bij, ja dank je. Oké, die is verlopen, dan mag je de zeil niet meer rijden. Dan krijg je die er ook nog bij. En je kenteken ga ik eens controleren. Ik ga het volgende kenteken voor je nadrukken. Staat niet op je naam. Uniform Charlie. Dat is verder niks mee. 5, 7, 5. No, 1099. Oké. Ja, en nu willen jullie natuurlijk allemaal weten, wat is die giveaway nou? En nu zeg ik, daar gaan we nog even mee wachten. Ja. 12:05, ik ben onderweg. Daar gaan we. Achtervolging van 1. Weet ik veel wat, hij gaat 6 km per uur. Nee, miles per hour moet ik goed zeggen, ik weet niet wat dat is. We gaan er best hard. Dat is geen 6 miles an hour. We gaan er godnonnetje door. Wow, hij is echt snel jongen. Rijs door. Nou, die raken we nog kwijt. Ik ga even er langs hoor. Zoef, en kwijt. Lekker gewerkt, pik. Ik ga die echt nog zoeken hoor. Ja, sorry. Militair voertuig kunt u eigenlijk niet kwijtraken. Ja, toch wel. Oké. Okay.
Ik dacht 6 miles an hour, daar zit wacht er een tank of zo, maar nee joh, dat was geen tank. 48, misschien heeft dit ermee te maken, inmiddels gaan de collega's achter een voertuig aan met gewapende verdachtes. Rijdt alsjeblieft Rio 1. 1202 OC, we komen eraan. Linksboven mens. Daarboven. Nou, zo gaan de rondjes. Hey Pikkies, anders doen jullie het even. Komen ze, kut. Au. Shit. Ik ben echt de lul. Ik moet heel veel gaan uitleggen. Ik word ontslagen. Ik heb een onschuldige burger doodgeschoten. Namelijk de bijrijder van het voertuig achter mij. Maar dat kan allemaal in GTA. Maar anders was ik waarschijnlijk de gevangenis ingegaan. Want Nederland is zo belachelijk dat als je als agent schiet tot je een taakstraf krijgt en zo. Dat je bijvoorbeeld niet op de banden schoot, maar op de ramen. Laatst een agent, 2015 had hij geschoten. Vorige week kwam de uitslag, 80 uur taakstraf, omdat hij op drugsrunners schoot die op hem in waren gereden. Dus als ik nu bam bam bam, nee oké, dit is een ander verhaal. Maar dus ja, 80 uur taakstraf, waarschijnlijk ook zijn baan kwijt. Godverdomme, heb ik weer een burger neergeschoten. Handen omhoog, handen omhoog. Op knieën. Op je knieën. Godver... Potman is je... Au. De camera gaat nog eentje rennen. Hey, op smol. Hey, op je knieën vriend. Liggen blijven nu. Oké, doei. Ja. En door. Au, dat is niet mooi. Oh, hij staat op zijn... Klik, klik, zo. Doei. Lekker autootje hoor. Zullen we nu dan toch maar eens de giveaway... Nee, toch niet. Ik laat jullie lekker lang wachten. Ik weet niet wat met dit voertuig is hoor. Maar hij is wit bolletje. Dat betekent maar één ding. Ik ga het volgende kenteken voor je aantrekken. 08 Romeo QB Zulu 688. No 1099. Naar binnen kijken, nee, niks te zien. Dan laten we hem ook, zodat we nu toch maar eens een giveaway bekendmaken. Jullie kunnen namelijk een GTA key winnen. Wajo! Gek, gek, gek. Allemaal reactie achterlaten. Ik wil GTA key. Nee, wacht. Oh, wacht. Oh, 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 oh. Wederom hoef ik geen verhalen van ja, en ik wil GTA key, want jij bent mijn favoriete YouTuber. En ik heb mijn kleine teen gebroken, dus ik kan niet meer je video's kijken. Maar omdat ik het ben, kan ik toch je video's kijken. Want ja, met een kleine teen kun je video's niet kijken. Maar ik wil zo graag je video's kijken, dus ik kan je video's kijken. Ja, bullshit. Ik wil GTA winnen, want iedereen is dood. Ja, sorry, maar nee, wij leven nog allemaal. Ik bedoel maar, zeg maar gewoon, ik wil de key voor GTA winnen. Punt. Het wordt toch een random comment die gepikt wordt. Een random comment picker ga ik kiezen of gebruiken. En daarbij... kun je ook nog een VIP-rang winnen. En daarvan ga ik er 5 weggeven, want die zijn toch gratis. Dus laten we er 5 doen. 1, 2, 3, 4, 5. Dat zijn 1, 2, 3, 4 en 5.
Doe je linkerhand omhoog, alle vingers omhoog en je ziet zoveel mensen krijgen een VIP-rank. Dus laat maar even in de comments weten. Ik wil GTA 5 key of ik wil VIP of ik wil GTA 5 en VIP. Dan maak je voor één van de twee kans. Dus stel dat ik een GTA 5 key heb weggegeven en jij hebt je reactie ik wil GTA en VIP. Dan krijg je nog... dan krijg je de VIP gewoon. Oh, 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 dat is nergens voor nodig. Hoi, laat dat ding even vallen. Dat kamertje, tasertje inzetje, ambulancetje erbij. Oh nee, wacht. Toch wel. Smaal je op, pannenkoek. Degen. Hoi. Ambu is aanrijdend. Oké, ben aangehouden voor poging doodslag, circuit doodslag, want ik weet niet of hij dood is. Lijkt dood. Ik ben niet onverplicht in recht om advocaatjes, ook zeker gebruik van maken, want ik ben echt de lul. Waar waren we gebleven? Dus, laat maar in de reactie weten, GTA plus VIP, of alleen VIP, of alleen GTA. En de eerste winnaar die ik ga kiezen, die wint sowieso dan een GTA key. En dan kies ik nog 5 mensen en die gaan de VIP rank via mijn Discord winnen. Laat dan sowieso even je Discord naam erachter. Daarbij. Staat hier niet bij, heb je pech. Ik ga er... Of nee, dan zal ik nog even op je reactie... dan zal ik je reactie nog... Nee, weet je wat, dan heb je gewoon pech. Bij deze, of ik wil GTA, of ik wil GTA plus VIP, of ik wil VIP. En dan wil je VIP. Laat even je Discord naam erbij. Verander hem ondertussen niet, dat heb ik nog een keer gehad. Zo simpel is het. Dus heb je hem niet, dan gaat je VIP-rang niet door. En ja, zowel dan zie ik jou binnenkort lekker in de VIP-chat. Nou, nu ben ik er zelf niet heel actief in, maar ik zal er actiever in worden. Maar goed. Ambulance komt TP, ambulance is TP. Ik ga een beetje ruimte voor hem maken. Doei. Bliep, bliep, bliep. Deze melding is ten einde. Oh, die... Nou, dat was snel. Je was niet uitgestapt of je verklaart hem al voor dood. Nee, C. Oh, hij is gered. Oh. We hebben een hoofdtrauma. Ik weet niet wat een neurotrauma is. Dat vindt mijn stuur niet leuk. Maar ik wel. Twee nou. Hey! Mijn Audi! Ik snap dat jij ook die Audi... Ja, maar potnormen, dat gaan we niet doen, hè. Ik snap dat je ook een Audi wilt, maar ja. Deze is voor mij. Bliep. Eens kijken wat met de Warner voor mij aan de hand is. Ik ga het volgende zeg niet dat er iets aan de hand is, maar is er wel eens aan de hand. Dan hebben we bij deze onderzoek. Nee. Kom maar door. Goeie. Gaan we doen. We gaan de auto recht voor mij, die onder het koffer. Auto, of ja, niet onder het koffer, maar die een... ik word gebeld. Ik, ja... Ik moet even opnemen, maar ik ga gewoon een pauze zetten en zo meteen ben ik weer bij jullie terug. Oké, daar zijn we weer hoor. Het voertuig daar ergens, ik zie Kuruma of zoiets heet die. Die moeten we gaan surveillance of zoiets, ik weet niet wat dat allemaal is. We moeten hem in ieder geval in de gaten, wat rijdt hier veel politie jongens. We moeten hem in ieder geval, oh shit, hij rijdt al weg en een paaltje en... Ze hebben hem nu al kwijt. Ik heb hem nu al kwijt. Ah nee, daar gaat hij. Kei snel. Hij is hier rechts op gegaan, maar ik weet dat echt deze heel... Hoe kan ik nou spooky zijn? Hij ziet mij niet. Ik zie hem namelijk niet. Godverdomme, wat is dat nou weer? Hallo? Zit hier iemand in?
Hallo? Ah nee, au au au, noodknop, noodknop, noodknop. Ah, weer met een fik. 12 moet wij nou zijn, kom maar dan. 12:05, ik ben onderweg. Hallo? Nee, die gast is gewoon weg. Is aanrijden. Hey, brandweider. Pol maar ding. Ja, kijk, mooi man, over een muurtje zo van, ja, ik kan niet gewoon via hier. Oké, dus we hebben hier een voertuig, die is ontploft, niemand gewond. Want er zat niemand in. Maar waar zit de, waar is de verdachte dan? Wacht even op de ambulance en de brandweer, die zal nog een na-controle doen en mij een beetje helpen, want ik heb wat brandwonden, denk ik. Help mij! Kunt u weg? Jesus Christ! Nou wel. Appreciate it. Deze melding is ten einde. Goed werk. What do you want, you prick? You piece of shit. Don't sweat it. Takenwagen gevraagd voor het voertuig en de forensische opsporing en wie dan ook. Iedereen gaat nog verder kijken hoe dit had kunnen gebeuren. Die lijkt me onder invloed. Ik zie een rijstijl, een slingerend over de weg. Piep, 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 piep. Hoi. Hey. Ik ga even een rijbewijs van deze meneer. Heeft hij iets gedronken? Heeft hij drugs gehad? Nee, nee, zegt hij. Goed, ik mag wel even voor mij blazen, want ik krijg een beetje het vermoeden dat er toch iets naar binnen is gewerpt. Geworpen. Genuttigd. Dus blazen, jong. Ik kan niet nog eens vragen. Oké, en je mag nog even je mond open doen, speekseltestje. Maar in ieder geval voor mijn uitstap is mijn aangehouden verrijden onder invloed. Hij geeft een F aan van failed. Rustig aan. Dus als er iemand anders verder kan en wil rijden, dan mag dat. Golly. Ik doe wel meteen even een controle van het hele voertuig. Daar hoort u dus ook bij mevrouw Miranda. Dankjewel Miranda. Dus ga ik alvast door naar... Dit lijkt me een... Stuart. Dat is verhoord. Daniel. McDonald's. Oh, ik heb honger, man. Oké, jullie zijn clean. Heeft u gedrinkt? Uiteraard is het gedronken. Even blazen, 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 blazen. Oma, jij mag verder rijden voor mij. Ciao, ciao. Ewa. Hoe heet je jou ook alweer? Ik weet niet meer. Hij is aangehouden. Hij gaat naar het bureau verrijden onder invloed. En daar zal... Scheldje mannen. Uit. Ik hoorde iets. Hoorde jullie ook iets? Schoonmaten. Douche hoor ik. Sanneve hoorde ik en douche en weet ik het wat. Wij gaan door.
Dispatch calling unit 1 Lincoln 18. Ja, maar we have a robbery in downtown Vinewood. Een overval van een winkel, supermarkt. Rechts afslaan. Kruispunt vrij. This ain't happening. Rechts. Knipperlicht staat aan, maar dat zien jullie bijna toch niet. Dus ja, en ik gebruik ze niet altijd. Dat was naderen. Spring de politie, doe normaal. En kom naar buiten met je handen omhoog. Oh! Naar buiten met je handen omhoog. Niet schieten jongens, geef ze gewoon voor, pannenkoeken. Maat. Ja. Ik ben er weg, weet je, ik had hem, ik schoot ook per ongeluk omdat ik gewoon schrok. Hoi, veel plezier ermee, ze lossen mezelf op. Leuk zak jochies. We gaan prio 1 naar een... Ja. Rijdt u alstublieft prio 1. Of nee. Affirmative, fuis aan het zien. Oh. Prio 1, ongeval wegvervoer. Tatu, tatu. Hier aan de go, sorry. Ja, prio 1 naar een aanrijding met letsel waarschijnlijk. Groot traffic collision of zoiets. Even kijken wat we hier gaan aantreffen. Ik geloof dat er al iemand ter plaatse was, ik weet niet zeker. Oh, dat is een kleine. Fendoff. Oh, vuurwapen nog vast. Goedendag al. Nou, dat... ga er vooral verder met waar je mee bezig bent. Ik ben volgens de mod niet gewenst. Goed, dan gaan wij lekker loads pluggen LSPD var. En dan Force Duty. En dan komen we al binnen. Jee, toch wel. Oké, en door. Kom er even vandaan. Ik ga er niet nog zijn. Dit heeft ook echt zin. Dan sta ik hier. Doet het niet open. Nou. Oké. Okay. Even een sirene geluidje krijgen. Zo. Ja, zet nu anders je helm op, ja. Gaan we winnen! Tegen een verkeer voertuig voor mij gaat stilstaan. En hoppa.
kijken. Witte auto, zwarte auto. Ja, we kunnen tussendoor. Zwarte auto denkt, fuck you, ik wil die motorrijder laten winnen. Maar wij gaan er langs alsof er niks is. Wielrenners op de weg, altijd gevaarlijk. Inhalen, yes. Officieel is het heel hard, hè, hoe ik nu rij voor mijn gevoel. Maar stel dat dit een 80 weg is, wat ik best normaal zou vinden. Dan mag ik dus gewoon 120 rijden, wat ik continu ben aan het doen. Alleen ja, ik zal niet... Ja, ze halen niet in met 120. Nu gaan we 130 rijden, waarschijnlijk 140 erbij. Officieel haalt deze auto dus 250. In GTA niet. Maar dit vind ik al een mokertje hard, dus ja, harder hoef ik ook niet echt. 150. Maar die motor, die heeft ook wel uitloop gehad, nu niet meer zo, dus die zal ook wel 150 crossen, misschien 140. Politie, oh, waarom rem je nou? Sorry beest, ik zag je wel, maar ik deed eigenlijk te laat reageren. Maar ik zit al een tijdje in achtervolging. Misschien toch maar iemand meesturen. Ik dacht ik had alleen af kunnen, maar dat kan ik toch niet. Ik geloof dat er niet meer van de oproepen. Ja, de B is ook een ambulance oproepen, dus dat is super onhandig. Ja, dat is ook echt gewoon dom. Oh, hij leeft nog. Even staan. Kom op. Oh, je gaat niet terug naar mijn motorvriend. Ik druk de E in, er gebeurt niks. Dan maar zo even. Oh. Deze is wat realistischer. Wat klantvriendelijker. Oké, je bent aangehouden. Ik ben niet van verpleegsteam, recht om advocaat. Ja, jullie kennen het allemaal wel. En zo zitten we opeens in Sandy Shores en jij rijdt mij net niet aan. We gaan rechtdoor. De weg volgen hier. En dan gaan we richting snelweg. Want die loopt hier ook nog ergens. Voor de mensen die Breaking Bad hebben gezien, dat gewoon. Aanrijding met letsel mogelijk op het spoor. Rijdt alsjeblieft prio 1. Gaan ik crashen weer als ik T indruk. Hallo. Oh, die lijkt me niet helemaal in orde. Ga je hem wel eens te plaatsen naar het kamer eerst indruk.
The car's been shit of him, I did him a favor. Oké, okay. Hij zegt eigenlijk zo... Vriend, die auto is drie keer zo duur als die van jou. Twee slachtoffers. Nog een brandweer erbij alsjeblieft. Of ja, tweede AMU slash first responder van de brandweer. Hij zegt eigenlijk van, luister, hun auto is echt poep. Een lelijk ding. Ik heb ze alleen maar plezier gedaan. Het lijkt me een beetje opzetten in het spel. Lijkt me dan weer niet van, ja, ik ga je auto sleden, dus ik ga je vol aan. Ik wil graag even een rijbewijs van u zien, meneer. Die is verlopen, daar worden dus wel van aangehouden. Even een ongeval gehad met een, suspended, dus ingevorderd. Met een ingevorderd rijbewijs. U mag gewoon nog even blazen. Even weten van, heeft hij ook gedronken? Dat is gewoon gebruikelijk. Ja, hij heeft gewoon gedronken. Ik ben dus voor beide gevallen aangehouden. Rijden met een ingevorderd rijbewijs, ongeluk veroorzaken. En daarbij je rijdel invloed, dat is ook wel een reden om je aan te houden. Ga een transportje deze kant op, ga je auto wegslepen. Hey, collega, gevraagd om een assistentie. Brandweer is ook te plaatsen. 12:05, ik ben onderweg. Dat is verhoord. Brandweer is niet meer nodig. En we gaan het... Nee, we gaan het niet. Ik wil... Oh shit. Oh my god. Waarom steelt iedereen voertuigen als er een Audi in de buurt is? Hoe dom ben je dan? Blip. Stapje voor. Nee, verkeerde voertuig. Dit is een snelle. Voertuig crasht tegen een ander voertuig, rijdt gewoon verder. Gaat er duidelijk vandoor, maar we hebben nog geen echte bevestiging. En die gaan we ook niet krijgen. We hebben weer verkeerde voertuigen aan de kant gezet. Ja, die gaat het doen. Oh. Nee, uitstappen. Stoppen. Stop whatever the hell you're doing. Oké. Rijst op een Volvo, gaat verder. Wij crashen op hem. Maar ik weet alleen niet wat erin zit. Zo. Ah, nee. Mooi niet, vriend. Vrouw. Meid, vriend. Ja. Lange haren. Ik ben aangehouden. Verliefde van de voertuig. Negeren stopteken en meerdere strafbare feiten die er allemaal bij komen. Gaan we allemaal achteraf in het systeem zetten, want ik durf je nu niet te vertellen wat je allemaal fout hebt gedaan. Of ja, natuurlijk een voertuig gestolen, maar rood licht, verkeerd, weet ik voor wat, heel veel fout gedaan. 12:05, ik ben onderweg. Ja? Dat is verhoord. En ik word nog een keer gebeld. Zo van, hey, neem nog een keer op. Maar wat ik ga doen, mensen, ik ga zo meteen terugbellen, want ik vind dit natuurlijk veel belangrijker wat ik jullie ga melden. Ik ga langzaam de video afsluiten. We zullen nog... Nee, we gaan geen melding meer doen. Jullie gaan de Audi nog zo vaak zien, dat willen jullie niet weten. Uiteindelijk dat jullie zeggen, stop eens met die Audi. Ik zie hem te vaak. Nou, dat zal ook wel meevallen, maar jullie gaan hem echt wel vaak nog zien. Wat ik ga doen, ik ga hem neerzetten op een bureau. En dan ga ik onderweg naar het bureau nog... Oeh, is dat nog eens een reverse? Dan ga ik jullie onderweg naar het bureau nog één keer vertellen hoe... En wat met de giveaway. Ik ga namelijk 1, en dat is 1, gewoon je wijsvinger, key weggeven voor GTA 5. En die kun je dus winnen. Ik ga zo meteen nog een keer uitleggen hoe je die kunt winnen. En ik ga 5 VIP VIP, oftewel VIP, rangen voor mijn Discord server weggeven. Volg je mij nog niet op, of ben je nog niet lid van mijn Discord server, moet je dat sowieso ook even doen. Maar dat is 5 VIP rangen die je gewoon zo kunt krijgen van mij door het volgende te doen.
Voor de GTA key zet je gewoon GTA 5 neer. En maakt niet uit of je een 5 of een V plakt. En voor de VIP rang zet je VIP neer. VIP gewoon. Wil je nou beide? Je maakt wel maar kans op 1. Dus stel je wint, krijg je niet de GTA key en de VIP. Maar je wint waarvoor ik het zeg. Dus de eerste die ik ga laten winnen, zeg maar, die krijgt de GTA key. Zal ik er ook bij zeggen van luister, ik heb dit woord voor de GTA key. En dan komt er iemand uit. En die krijgt van mij dus de GTA key. En als die daar VIP achter heeft staan, krijgt hij geen VIP rang, maar alleen de GTA key. Heb je nou VIP in je... Of dan ga ik de VIP rang weggeven. Heb je nou GTA plus VIP in je naam staan of in de beschrijving, in de reactie staan, ja dan krijg je alleen VIP. Heb je alleen VIP in de naam staan, ja dan krijg je inderdaad ook alleen VIP. Dus je kunt kiezen of alleen GTA of alleen VIP of GTA plus VIP en dan maak je dus kans op beide. Het zou heel jammer zijn als mensen die GTA al hebben alsnog die key willen. Ik ga er wel een beetje op controleren. Hopelijk dat je het dus niet probeert te frauderen, anders ja, get alive of zo. Dus dat. Ik zie jullie graag over 2 dagen bij een nieuwe video. Ik hoop dat jullie een hele toffe video vonden met de Audi A6. En een hele toffe auto zelf. Dikke shout-out naar Sys Games. En jullie gaan nog vaak genoeg zien wat ik al zei. Ik ga afsluiten. Mijn stem stopt er bijna mee. Ik weet niet wat het is, maar ik krijg net een kriebel in mijn keel. Dus ik moet echt stoppen nu. Tot over 2 dagen. Doei!